Ja, dan ga ik, dan moet je kijken. Oh. Secret info. Vandaag ben ik op de persdag van Soof de serie. Seizoen 2 komt er namelijk binnenkort aan. En ik ben heel benieuwd wat voor nieuwtjes ik allemaal kan ontfutselen. Dus ik zit hier lekker in mijn huiskamertje. Ik heb mijn koffietje, dus laat ze maar komen. Ja, want hoe gaat het nu verder? Ja, met ontzettend veel gedoe. En we zien elkaar een tijdje niet, nee. Hè? En dan zien we elkaar en dan doen we eigenlijk alsof we elkaar niet we echt heel goed kennen. Gehad, nee. Oh, ja. Er wordt niet over gesproken, niks. Het is heel lang ongemak. Oh, leuk. Het is wel leuk om naar te kijken. Ja, ja, heerlijk om te spelen natuurlijk. Ja, heerlijk om te spelen. Hey. Hey. Hij was toch open? Nee, maar ik dacht, ik woon hier niet meer. Ik zal maar binnenvallen. Ja, ik vind aanbellen ook wel weer. Nou ja, oké. Okay. Nou, is het niet zo goed? Nee, okay. Ja. En wat gaat er verder allemaal gebeuren? Want ik zie ook iets, iets over een televisieshow. Klopt, Soof krijgt een kookprogramma. Die komt op televisie en dat sleept haar helemaal mee in een wereld die ze helemaal niet kent. En waarvan ze nog helemaal niet echt weet of ze daar wel bij wil horen. You have the restaurant. And the book. And we obviously think that your next step should be a TV show. Yes, but the restaurant and the book are mine and this TV thing will be yours. No, so if the TV thing is going to be all of ours, it's going to be a group effort. I'll invest, Victor will produce, and you're going to be our wonderful host. Ja, ik speel Victor in de serie. En om even heel kort snel uit te leggen. Victor is televisieproducent. Die gaat een kookprogramma maken met Soof. En gedurende dat programma worden zij verliefd op. Ja. Ah. Hi. Ik heb over jou gedroomd vandaag. Oh ja? Oh, nou, dat is wel heel persoonlijk, hè? Voor Casper? Ja. Hoe gaat dat nu? Je hebt een kind. Ja, ik zit weer in de luiers. Ja, Casper die moet daar zelf ook wel een beetje aan wennen. Dus Casper is een beetje de weg kwijt. Een beetje verloren. Ja. Ja. Ik zit hier met Nick en Brent die al 5 jaar lang de zonen van Soof spelen. En Bente, de new girl in town. Vertel. Ja, ik speel Zoe in het nieuwe seizoen. Dat was heel erg leuk. Jullie zijn wel een beetje verliefd op Zoe. Ja. 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 Ja, een beetje. We zijn gewoon super verliefd. En wij doen alles voor haar, waardoor wij een beetje een soort van ruzie krijgen. Een soort van wedstrijdje om Zoe. Ah. Barbara, jou kennen we natuurlijk als de stoere keukenhulp Joy, die niet op de mondje is gevallen. Mm-hmm. Ga jij weer voor een heleboel reuring zorgen dit seizoen? Wel wat, denk ik. Want nog steeds laat ze niet over zich heen lopen. En zeker niet door Hansje, gespeeld door Anneke Blok. En dat is altijd wel een feest. Om met Dick en Anneke weer in de keuken te staan. En de strijd te mogen voeren, ja. Oké. Naar achteren lopen. Achteren lopen. Omhoog. Oh, sorry. Ja. Oké. Ja. Moulin Rouge. Maar wat gaat er verder allemaal gebeuren dit seizoen? Er kwam net iemand binnenlopen en de vader van Soof komt ineens ook het leven binnenwandelen van Soof. Oh jee. Ja. En die had je heel lang niet gezien. Die had ik 43 jaar niet gezien. Gewoon je hele leven niet? Nee. Wij wisten eigenlijk helemaal niks van Soofs vader. Die was weg en die is met een hippiebus volgens mij naar Afghanistan vertrokken. En Zuid-Amerika geëindigd en ik weet het niet. Maar in ieder geval, die was heel erg met zichzelf bezig. En die komt ineens weer terug. En die zet ieders leven enorm op zijn kop. Hé, hey, mijn vader die is hier. Of nou ja, vader. Eddie. Jezus. Ja. Eddie. Hij zegt dat hij er spijt van heeft. Wat, dat hij een pond hash in de kinderwagen uit Marokko probeerde te smokkelen toen je baby was? In mijn luier. En heeft hij nu spijt van? Nou, is hij wel een beetje laat mee, na 40 jaar. Je komt dus nieuw in de serie. Ja. Hoe is dat om zo geweldig. In de... Dat was geweldig. Ja. Ten eerste is het een hele mooie rol voor een acteur om te spelen. Ja, waarom? Omdat hij heel gelaagd is, vind ik. Ja. En omdat het leuk is om iemand te spelen die iets bij anderen teweeg brengt. Ja, dat is een heerlijke personage wat heel iedereen enorm ontregelt. Ja. In de eerste plaats Soof en ook zeker Anneke natuurlijk, mijn moeder. Ja. Ja, want die is gewoon verloofd. Ja, precies. Dus dat gaat helemaal fout. Oh, dat gaat weer helemaal mis. Ja. Ik dacht dat jij een lopend buffetje wou. Gerrit, wij gaan samen trouwen. Hè? Ik wil niet alles alleen hoeven te beslissen. Waar hou jij van? Ik hou van jou. Hier heb ik echt helemaal niks aan.
Er zijn ook zo van die korte scènes. En dat is zo mooi beschreven dat je als kijker ziet hoe dat vroeger tussen hun geweest moet zijn. Ja. Dat is gewoon heel knap. Moeten we nou met z'n allen naar de tweede seizoen van Sof kijken? Oké, zullen we allemaal woorden opnoemen? Ja, oké. Okay. Ja, okay. Ja, tof. Vet. Grappig. Nee, precies. Ja. Ja. Het is een heel goed seizoen. Ik ben heel trots op dit seizoen. Vind je hem leuker dan de eerste? Ja, ik zonder de afbreuk te willen doen aan het vorige seizoen vind ik dit nog beter, ja. Is dat heel veel van de figuren die in die serie zitten een ontwikkeling meemaken. Ja. En dat is én mooi in een verhaallijn, maar dat is ook mooi voor een acteur om te spelen. Dat je ergens begint en ergens anders eindigt. Lastig, hè? Elke vraag gewoon het antwoord op kijken. Ja. Oké.